Hey, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ga vandaag ratatouille maken. En dat is dat recept wat je waarschijnlijk in de film Ratatouille hebt gezien. Het is waarschijnlijk heel moeilijk, maar ik zal gewoon kijken of het lukt. Ik heb gewoon een video ervan opgezocht en die ga ik gewoon namaken. Ik heb één keer ratatouille gegeten ergens, maar dat was totaal niet hoe ik dacht dat het zou zijn. En nu ga ik maken hoe ik denk dat het zou moeten smaken. Nou, komt u mee. Tijd om naar de supermarkt te gaan. Wat vinden jullie trouwens van mijn nieuwe jas? Hij is van Ampoli. Oké, we zijn dus nu onderweg naar de supermarkt. Bij ons kan je kiezen uit verschillende. We hebben, ik denk, 3 Denen op loopafstand. Of ik kan nog naar de Aldi, volgens mij. Ja, ik denk dat Deen op zich wel een prima supermarkt is. Bij Albert Heijn en Jumbo heb je wel iets meer keuze. Wat we vooral nodig gaan hebben zijn verschillende specialere groentes. Dus we hebben courgette nodig, aubergine. En trouwens van courgette het liefst 2 verschillende kleuren. Ik heb geel nodig en groen. Dus als we geen gele courgette hebben, dan koop ik gewoon paprika's. Aangekomen in de Deen en ik zag meteen dat de vleesvervangers naar aanbieding waren, dus die moest ik natuurlijk halen. Laat even weten of je vegetarisch of vegan eet. Ik vind het heel fijn om zo nu en dan gewoon echt een dagje vlees over te slaan. Gelukkig hadden ze de aubergines. Van de boodschappen kunnen vinden. Eigenlijk bijna wel alles. Behalve de courgettes. En die zijn eigenlijk het belangrijkste. Ik heb 2 groene nodig en 2 gele. Dus we gaan nu kijken of Lidl ze heeft. Dus let's go! Oké, we zitten in de auto en we rijden nu naar de Lidl. Ik hoop trouwens dat die open is, want ik ben vergeten om te kijken naar de openingstijden. We hebben dus echt alleen nog maar 4 courgettes nodig. Het is ondertussen 6:30, dus ik ben ook benieuwd of het nu heel erg druk gaat zijn daar. We zullen het zien. Ik hield me natuurlijk echt weer geweldig aan het boodschappenlijstje. En ze hadden courgettes. Aanschouw hier de courgettes. Ze hadden helaas geen gele, dus ik heb 4 groene gekocht. Oké, ik heb alles klaargelegd. En ik ga natuurlijk als eerste even beginnen met mijn handen wassen. Daarna ga ik het maken. Ik heb mijn haar vast gedaan, zodat het niet te veel in het eten kan vallen. En toen was het tijd om alles te snijden. Oké, we gaan nu de saus maken, want ik heb alles gesneden. In de saus komen eigenlijk alle restjes van de groentes die ik heb gesneden. Plus wat paprika, uien en dus een heleboel knoflook. Ik begin met best wel veel olijfolie. Wij koken altijd op inductie,
Want dat is het enige wat we hebben. Zo, alles valt ernaast. Lekker bezig. Even tussendoor, wat vinden jullie trouwens van mijn outfit? Ik vind zelf de combinatie van roos, marijn en tijm altijd allerlekkerst. Omdat ik me heel erg moet denken aan de geur van Turkije. Dat is een van mijn favoriete keukens. En van kruiden kan je ook moeilijk genoeg hebben. Oké, we gaan dus nu alles in de blender doen, zodat het, als het goed is, een beetje een oranjeachtige saus wordt. Ik gebruik deze eigenlijk alleen voor smoothies. Even kijken hoe dat gaat werken met groenten. Oké, we gaan het mixen. Even kijken of het een beetje goed is. Ja, dit ziet er wel goed uit als een sausje. Het is bijna dezelfde kleur als mijn shirt. De oven is ondertussen voorverwarmd. Dan kan je de saus verspreiden over dit bakblik, omdat ik niet zo'n echte ovenschone schaal heb. Ik had gezien dat je niet te veel saus erin moest doen, maar meer als een soort van pizzabodem. Oké, nu ga ik dus het leukste gedeelte, maar ook het gedeelte wat het meeste tijd in beslag gaat nemen, doen. En dat is namelijk echt de ratatouille vormen met de verschillende kleurtjes op elkaar. Oké, little fail. Het zijn echt allemaal verschillende kleurtjes. Je heeft een soort van deksel nodig, dus er gaat bakpapier overheen. Perfect. Nu gaan we hem de oven in doen. Nu moeten we 1,5 uur wachten. Het is klaar! Oké, ik ga kijken hoe het is geworden. Papier eraf halen. Ik ben echt benieuwd. Oh, yes! Oh, dat ziet er goed uit. Oh, ik ben echt benieuwd. Tijd om het te proberen. Volgens mij is het wel goed gelukt. Ja. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik ben echt super blij dat het goed is gelukt.
En nou, ik zou zeggen, eet smakelijk.